Shame is Ferguson, niet... Ferguson, hè? Ja, er is niet heel veel over gesproken. Afgezien van het feit dat Joost vond dat er misschien iets te veel shame in voorkwam. Maar nee, maar dat nummer is heel erg geïnspireerd. Omdat het was ontstaan tijdens dat hele gedoe met Ferguson. Okay. En... Daarnaast nog heel veel andere dingen die er in de wereld gaande zijn, met ISIS en allerlei aanslagen en zo. Dus het was, dat nummer is heel erg textueel, gewoon de situatie waar we nu als mensheid in zitten. Mm. En dat we eigenlijk zelf de oorzaak daarvan zijn. Ja, kijk hoe ver we afgeraakt, ja, afgedwaald zijn van het pad van gracieusheid, van schoonheid, weet je wel. Wat we kunnen zijn eigenlijk. Ja, wat erin zit. Er is ook een tekst in dat nummer, zo van ja, lay down your hatred and pick up your greatness. Mm. Weet je wel, omdat we kunnen zoveel meer zijn, weet je wel. Maar het lijkt alsof we meer aan de negativiteit blijven vastklemmen. Dan dat we weer positief met elkaar om te gaan. Dit is een hele moeilijke vraag, maar waar denk jij dat aan ligt dan? Waar het aan ligt. Oeh, daar gaan we filosofisch, ja, daar gaan we de diepte in. Heb je de tijd? Nee, ja, waar het aan ligt. Ik denk dat het meerendeels ligt aan de natuurlijke drang van de mens om machtig te zijn. Weet je, op het moment dat we daarin erkennen dat we dat heel graag willen, machtig willen zijn, denk ik dat we een paar stappen vooruit gaan maken. Er zou wel wat meer vrouwelijke energie in de wereld mogen. Zo, echt wel. We zitten nu wel in een tijd waarin heel veel mannelijke energie overheerst. En mannen zijn natuurlijk vechters en strijders en macht. Wat dat betreft is zo'n Angela Merkel bijvoorbeeld. Je ziet wat er gebeurt nu in dat conflict. Zij is degene die daar toch ook weer rust in heeft gehoord. Stel je voor dat daar 5 Poetins hadden gestaan. Dan hadden de atoombommen ons al om de oren gevlogen. Ja. Weet je wel. Godzijdank zijn er dat soort mensen nu die een beetje rust in de tent brengen. Daar hebben we meer van nodig vandaag de dag. Ik denk dat wel een hoop rust. En ik denk ook persoonlijk wel dat er ook veel meer vanuit de muziek daar ook veel meer over gesproken moet worden. Vroeger had je veel meer artiesten die daar voor opstonden en daar nummers over maken. Ja. Nu heb je dat echt veel, veel, veel sneller. Nu gaat het alleen maar sipping my champagne in de club en EDM, let's dance all night long. De ene na de andere platitude en standaard tekst vlieg je om de oren dat je denkt van nou dat je dat durft op te schrijven. Niet dat het niet ook, natuurlijk moet je af en toe, ik sta zelf af en toe ook katje lam in de club, bij wijze van spreken, even feesten vieren. En dat is ook lekker, dat moet je ook doen. Maar ook wel, je moet toch ook wel een beetje nadenken over het leven en waar je naartoe wil en wat we met elkaar willen neerzetten. Ja. Maar in die zin, want het is dus duidelijk, de teksten staan vrij dicht bij jullie en ik geloof dat jij ze voornamelijk schrijft. Dus is het moeilijk om op die manier je persoonlijk... Nee, ik doe dat eerder via mijn teksten dan dat ik erover praat. Okay. Daar heeft mijn vrouw altijd problemen mee, maar zo zit ik nou even met elkaar. Ik schrijf het erover. Ja, ik schrijf en zing erover. Meer dan dat ik... ik heb er meer moeite mee dan erover te praten dan dat ik over zing of over schrijf. En in die zin dat hier over dit soort onderwerpen wordt gesproken, was dit gelijk toen je bij de band kwam, was het al die insteek van oké, schrijf wat je wil en wat dichtbij? Ik heb wel altijd de vrijheid gevoeld, dat ik gewoon kon schrijven wat ik wou. Altijd, ja. Dat is sowieso... altijd ook wel mijn insteek geweest met deze groep van jongens, we maken muziek met elkaar omdat we het kicken vinden om te doen, omdat we elkaar kicken vinden, laten we elkaar gewoon zo veel mogelijk vrij laten en natuurlijk moet je wel een beetje, moet wel geheel worden en blijven. En dat betekent ook dat je niet alles wat je verzint op een plaat kan knallen, want ja, er moet wel een coherent geheel worden, zeg maar. Het is wel belangrijk dat iedereen het gevoel heeft dat hij vrijuit kan spreken, kan schrijven, kan musiceren, kan tekenen. Dat gaat ook, ja, Ivan heeft bijvoorbeeld het logo, het nieuwe logo, daar heeft hij de aanzet voor gegeven. En vervolgens heeft Roland Dirksen, onze engineer en mede-mixing engineer, studio-compagnon,
die heeft het afgemaakt. En uiteindelijk heeft de artworker heeft de puntjes op die gezet. Dus dat is langs drie aanzet. Dus het gaat op elk gebied zo. En het is lekker als iedereen de vrijheid heeft om zijn ding te doen. Ontstaan ook de mooiste dingen. Ja. Ja, als ik alleen maar verdrietige liedjes zou schrijven, zouden ze hem ook gewoon zeggen. Zo van, ja, wat is wat vrolijk, hè? Maar in die zin, want je noemde eerder al dat jullie echt bij het derde album een specifieke tijd en dus namen om dat album te schrijven. Ik neem aan dat het bij dit album ook zo is. Maar is dat iets dan wat jullie nodig hebben? Dat het zo'n momentopname is, als het ware? Dat je denkt van, oké, we gaan nu even die plaat schrijven? Nou, het is niet zo van even die plaat schrijven. Het is meer, we komen bij elkaar van, nou, we gaan weer een nieuwe plaat maken. En dan gaan we gewoon de studio in en dan laten we het gewoon gebeuren. Okay. Ja. En het enige wat ik eigenlijk van tevoren had gezegd voor jongens, ik ben heel blij met de vorige plaat, of echt keken plaat, waar ik nog steeds vierkant achter sta. Laten we die lijn doorzetten. Dus met z'n vijven, stevige sound, van mij mag nog iets harder. Laten we gewoon lekker gaan rocken. En Fly was volgens mij een van de eerste nummers die daaruit kwam. Even en toen hadden we allemaal zoiets van yes, nou oké, dan is de kop eraf en dan... Het toffe ervan is ook dat we niet... We zijn ook niet een band die dan van tevoren eerst Spotify langs gaat en allerlei platen gaat zitten luisteren. Het is het meest van, oké, ik denk dat het tijd is om nieuwe platen te maken, weet je. En dan is het gewoon, oké, instrumenten klaarzetten, dit, dat, zo. En we gaan gewoon, weet je wel. En dan zien we wat eruit komt. En dan schrijven we wel met het, we schrijven, creëren en nemen dat wel gelijk op zodanig dat het gelijk op de plaat kan. Ja. Dus wij maken eigenlijk geen demo's. Daar doen we niet aan. We gaan gelijk, we spelen. Het staat gelijk zo uitgemaakt en gesoundcheckt dat het... Capture the moment, capture the magic, gelijk bouwen. Ja, capture the... Precies, want anders moet je... Dat noemen we de demoritis. Je geen demootje maken. Helemaal gaaf, helemaal kick. En nu gaan we het voor het echt doen. En dan wordt het nooit zo gaaf als die demo. Dus demo's, nee, daar geloof ik niet meer in. Maar dat is de keerzijde van het improviseren. Als je bent... de kracht heb om dat te doen, is dat als je niet waakzaam bent en er gebeurt iets op dat moment en je neemt het niet goed op, dan ben je gewoon, die magie die is er wel, maar je kan het niet gebruiken, weet je wel. Ja, ergens hebben we ook echt bepaalde nummers, want natuurlijk hebben we in de nabewerking hebben we dingen gefine-tuned en hebben we gekeken van, bijvoorbeeld Diamond Drink is dan opgenomen, want hij vond het ook gewoon fijn om, we hebben dan wel dikke microfoon voor hem klaargezet en alles, maar als hij zo, geef me maar gewoon even een SM58 van een beetje zo op de grond liggen. Ja, ik hou er gewoon van, gewoon lekker, alsof ik gewoon thuis ben of zo. Precies, en dat gaat niet met zo'n hele dikke microfoon natuurlijk, die staat op een statief. Ja. Weet je wel, dus die is met een SM58 opgenomen. En dat is natuurlijk niet zo rijk geluid, dat vangt niet alle finesses van iemands stem. Weet je, het is nog wat meer, gewoon wat dunner geluid. Dus toen later hebben we toch nog even gekeken, dan kunnen we eens kijken of we misschien nog eens een keer met de dikke mic... magic weg. Ja, iets. Ik bedoel, het was niet minder goed of zo, maar gewoon een soort van... Ja. En uiteindelijk hebben we hem toch, en ik ben heel blij dat we die SM58 hebben, want het geeft een soort van... Klinkt ook alsof die hier of echt in je oor dat aan het zingen is. En je noemde net eerder dat het bij The Usual Suspects dat gevoel wou je vasthouden. En is dat dan ook de reden dat, want ik geloof dat dat album ongeveer een jaar geleden uitkwam, dat er nu gelijk alweer relatief snel een nieuw album klaar staat? Ja, nou, we zijn... van de zomer zijn we inderdaad bij elkaar gekomen. Toen heb ik gezegd van jongens, wat willen we? Willen we keihard doorknallen? Volgend jaar veel gaan spelen? Of willen we het even rustig aandoen en gewoon echt de tijd nemen om iets nieuws te maken? En dan wordt volgend jaar een beetje een soort tussenjaar en dan het op 2016 focussen. En toen had iedereen eigenlijk zoiets van, nee, laten we gewoon doorknallen en gewoon weer een nieuwe plaat maken. Door, hoppatee. En dan dacht ik, oké, dat betekent dat we in januari klaar moeten zijn. Zodat die februari, maart uit kan. Zodat we clubtour in het voorjaar kunnen doen en festivals in de zomer. Want anders red je dat niet. Dus dat betekent dat we bij deze nu zijn begonnen. Kwam daar in die zin dan ook druk bij? Dat omdat je die magie moet proberen te capture. Ja, er komt flinke druk bij. In de zin van,
gezonde druk. Van, we moeten het gewoon nu gaan doen. Okay. Yeah. Gewoon, there's no fucking around. Geen tijd om te... Tuurlijk zijn we ook aan het rommelen en aan het spelen en aan het jammen. We hebben wel een hele hoop lol, weet je wel. Maar we wisten van, er is nu, we moeten wel aanpoten nu. We kunnen niet alles even 10.000 keer tegen het licht houden. Ook, dat betekent ook vooral qua mix, weet je. Eigenlijk vanaf kerst zijn we weer tot 2-3 weken geleden ben ik non-stop elke dag in de studio geweest. Okay. Om het helemaal af te maken. En nou ja, je noemde het al eerder, Moema voldaan. Dus, ja. Vandaar dus. Als laatste dan, ja, je hebt nu die clubtour voor de boeg. Hoe is de benadering daar naartoe? Want je hebt dan een tijdje in de studio gezeten. Jullie hebben kunnen uitproberen tijdens Noorderslag. Ja. Hebben jullie al gezien wat werkt en wat niet werkt en dat soort dingen? Ja, de reactie op Noorderslag waren supergoed. En we merkten dat het publiek heel goed reageerde op het nieuwe stuk. We hebben natuurlijk nog lang niet alles kunnen doen. Dus we gaan het merken in de clubtour. En ja. Ik denk dat de nieuwe werk heel goed live gaat werken. En we zullen in de clubtour natuurlijk ook dingen van de vorige platen spelen. Vooral van The Usual Suspects en van deze plaat. Ik denk dat we een set van een uur of twee doen. Mm-hmm. En dan gewoon knallen. En we zullen tijdens die clubtour blijven schaven. En dan als je het echt meerdere keren achter elkaar gaat doen, ontdek je van oh, dat nummer werkt niet daar. Of dat nummer is eigenlijk live een beetje lastig. Die werkt super goed. En dan komt daar spontaan een heel stuk aan vast. Wat, ja. wat we nu nog niet hebben bedacht, maar wat ongetwijfeld live gaat gebeuren. En dat wordt dan weer heel gaaf en dat breiden we dan weer uit. En zo zal tijdens die clubtour zal het zich allemaal gaan uitkristalliseren. Natuurlijk repeteren we er ook voor. Natuurlijk bedenken we ook wel van tevoren van, okay, we gaan een beetje, je legt een bepaald ding neer. Zo ga je het dan doen. Maar tijdens dat je het doet, gaat natuurlijk, blijft het veranderen organisch. En komt er weer dingen bij, maar dingen af. Het is de perfecte voorbereiding voor je festivalseizoen ook. En je kan in de club kun je gewoon lekker... echt gaaf om dingen uit te kunnen proberen, weet je. Je kan dingen verlengen, kunnen, nou ja, jammen is niet het goede woord, maar onszelf vrijheid geven om te improviseren, et cetera. Heb je nu al iets gemerkt dat jullie bij een nummer anders doen dan op de plaat is gebeurd? Met de nieuwe nummers? Ja. Ja, Brother Drunk. Daar hebben we al, dat leent, het openingsnummer van de nieuwe plaat. Ja, ja. Dat leent zich echt alweer tot een hele battle tussen de gitaar en het Hammond. Dus dat is op de plaat is dat het eindstuk is echt een gitaar, soort gitaarsolo. Maar dat hebben we live nu. Begint dat dan met een hele vieze scheurende Hammond solo. En dan de gitaar en dan over en weer. En dan maken we dat, breiden we helemaal uit. En we zien dan wel waar het schip strandt. Weet je, dat is gewoon echt de fun van het muziek maken met z'n allen. Dat is zo gaaf. Dank jullie wel voor je tijd. Ja, bedankt. Graag gedaan.